Ja, vandaag is een essay verschenen, De Wereld in Gemeenten. Waarom heeft de VNG dit essay uitgebracht? Ja, dat is naar aanleiding van de vorige raadsverkiezingen. Toen bleek eigenlijk dat de coalitieakkoorden heel weinig afspraken hadden of nou ja, een aanpak hadden over diversiteit. En we hebben gezien dat de gemeenten daar toch die vraagstukken de jaren daarna daar tegenaan liepen. En we hopen met dit essay, waar hele mooie aanpakken en voorbeelden in staan, hoe gemeenten dat hebben gedaan, dat het ook voldoende aanleiding heeft om in de komende coalitieakkoorden, dat iedereen dat in ieder geval opneemt als aanpak. Om handvatten te bieden aan gemeenten, hoe je zij om kunnen gaan met een veranderende en groeiende diversiteit in hun gemeente. Kun je zo'n handvat eens toelichten? Nou, één handvat wat wordt toegelicht in het stuk is dat het van lokale bestuurders vraagt om toe te treden en op te treden. Dat betekent dus dat je op de problemen afgaat die zich voordoen in in de samenleving door groeiende diversiteit, door veranderende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting van migranten in woonwijken. Als je daar op afgaat en dan samen naar oplossingen zoekt, zie je vaak dat het eigenlijk voor iedereen beter kan worden, inclusief de migranten, die dan vaak ook beter gehuisvest worden, omdat je als gemeente laat zien dat je er bovenop zit. Het symposium op 11 november, waarom zou een gemeente daarheen moeten komen? Ja, dat is een symposium die we samen met de WER organiseren. Daar staan de rapporten die ze daarover hebben geschreven. En daar komen ook allerlei goede voorbeelden worden daar neergezet over hoe gemeenten om kunnen gaan met nieuwe migranten. Die ontvangst daarin, maar ook hele goede voorbeelden hoe je met de vraagstukken rondom sociale cohesie kan gaan. Dus je hoopt daar veel gemeenten te ontmoeten? Ik hoop dat daar heel veel belangstelling voor is.